De spetterende kleuren van dit werk, echt zo in your face, zo helder, zo vrolijk, zo, terwijl ik nogal wat oorlogszuchtige afbeeldingen zie ineens, maar eigenlijk was dat in het begin ineens hetgeen waar ik op lette. Dit zijn pinball machines, Charles Bell en zo, is de schilder hiervan, die heeft daar heel veel van geschilderd. Hij was ook een van de allereerste die gebruik maakte van de computertechnologie, die toen nog niet zo ver was, jaren 80. Ja, dit is een opdracht geweest, dit schilderij. En de enige restrictie was van de opdrachtgever dat het de grootste sparnaai so far moet worden. Nou, dat zijn kleine opdrachten natuurlijk. En wat er opkwam, dat vond hij niet wel. Ik begin soms heel vroeg en dan s'avonds is het klaar. Heel vroeg allemaal, hè? Nee, dit is maanden werk geweest. Ja, maanden. En zo ook. Het moet rijpen ook. Ja, ik werk, als ik die eerste laag heb geschilderd, ziet het er nog helemaal niet zo uit. Dus dan ga ik uitlichten. Nou, misschien als eerste vraag maar even, dit ei ziet er zo lekker uit. Heb jij het zelf gebakken, Jonk? Ja, dat eitje bak ik altijd zelf. En eigenlijk weer hetzelfde proces zoals bij het grote schilderij. Ik maak meerdere foto's van gebakken eieren in mijn keukentje. En het hele huis stinkt dan onnoemelijk naar de gebakken eieren, want als er een gedaan is en ik heb daar wat foto's van gemaakt, flikker ik het in de weg. En dat is niet echt reukloos, moet ik zeggen. Wat ik dan ineens zag, is dat er een soort spiraal ontstond in het beeld. Want je gooit zijn eitje in de pan, zo met een beetje cirkelachtige beweging, zo doe ik het tenminste. En dan gebeurt er ineens iets. Ik denk, wow, zo'n zon, want dat is het voor mij altijd. Dat organische, die spiraalachtige, dat cycloonachtige, vind ik eigenlijk bij dit ei heel spannend. Dat is, andere eieren zijn wat richtingloos, maar deze heeft echt een enorme spiralische inbeweging. Dit is mijn eigen exemplaar, dat verkoop ik nooit. Want dit is ook eens fijn om wat te laten zien aan mensen, zoals hier bijvoorbeeld. Hartstikke bedankt.